Maar het aardige is dat wij dus hier niet alleen het ontwerp hebben begeleid, maar ook de hele organisatie opzet. En de kracht van een goed functionerend gebouw is natuurlijk niet alleen maar het gebouw zelf, maar ook met name de mensen die het stadion moeten gaan runnen. De veiligheidsorganisatie, facility management, de commerciële organisatie, de financiële afdeling. Dus ja, de organisatie erachter is heel bepalend. En het team wat hier nu zit van ons, een mannetje of 10, 12, die zetten de lijnen uit. Ook voor die operationele organisatie. Ja, daar moet het uiteindelijk het succes vandaan komen. Het gebouw alleen zal het niet doen. Ik denk dat een stadion is wat voldoet aan de kwalificaties die wij stellen aan een stadion. En wij gaan dan altijd uit van ja, people, planet en profit. People, oftewel het creëert een hoop banen. Nou, dat zie je in feite hier ook al. Heel veel personeel, catering, schoonmaak, beveiliging, onderhoud. Dus er zal een grote werkgever zijn. Het is de planet natuurlijk. Er zitten heel veel milieuaspecten aan die hier goed zijn ingevuld. En daarnaast is het een profitable stadion. Het heeft een voetbalclub, een grote club, Gremio. Die zal zorgen voor veel uitverkochte stadions. En daarnaast hebben ze interessante andere elementen in de programmering. Ja, ik ben daar. Weet jij ook de locatie waar die is? Als deel van het programma halen wij directieleden en senior managers naar Amsterdam, waar wij hen gedurende 10, 14 dagen stevig onder handen nemen. We laten hen in onze keuken alles zien en maken hen vertrouwd met de recepten en ingrediënten om echt iets goeds van hun stadion te maken. Dan gaan ze naar de plaats waar ze verantwoordelijk zijn voor het stadion en helpen we hen ter plekke om alles in elkaar te sleutelen. De basis wordt gevormd door het gebouw, de installaties en de organisatie. Wij gaan aan het werk met de organisatie, met functieomschrijving, organogram, visie erachter, de missie en van daaruit vertaling naar doelen en menskracht. Vervolgens implementeren we dit en bouwen het uit door de mensen op managementniveau te trainen. Met deze managers zetten wij vervolgens een afdeling op, recruteren de medewerkers en trainen en coachen hen on the job. Vervolgens komt dan de operationele staf voor een evenement, de matchday of event day organization. Bij een evenement zijn al snel een paar duizend mensen benodigd. Hier in Porto Alegre is in een aantal maanden 1200 man getraind tot apoyo, orientador en receptionista. Ook de direct operationele leiding, het kader, hebben we geworven, getraind en ook weer gehecht aan die integrale operationele organisatie. Naast opleiding en training zijn dan de testevenementen heel belangrijk om alles bij elkaar te testen en vaardigheden op te doen. Vanavond tijdens de opening moet blijken of het allemaal genoeg is geweest. Bij stadions en heel veel van dit soort publieke gebouwen is de aannemer klaar. Ja, en dan heb je dus twee elementen daarin. Ten eerste de oplevering. Krijg je ook inderdaad wat je gekocht hebt als opdrachtgever? Dus is de kwaliteit van de beton goed en zitten de installaties er goed in? Werkt alles? Hè? Dus dat is heel belangrijk om een hele goede check te doen op de bestekstukken. Hè? De controle op op de leverantie, de enorme lijst met restpunten die dat vaak nog geeft. Dat moet gewoon tot puntjes worden afgewikkeld. En de overdracht in feite van een bouworganisatie naar een operationele organisatie. Dat je dus ook leert om te gaan met het gebouw, dat je weet waar de knoppen zitten. Als er een verstopping is, dat je weet waar de leidingen liggen. Als er het licht niet doet, dat je weet waar de zekeringen zitten. Waar je, nou ja, dat is natuurlijk essentieel in een gebouw. Zeker als je dus met een gebouw hebt met 60.000 mensen erin, dan moet je dus wel precies weten waar de voorzieningen zitten om in te kunnen grijpen op het moment dat het nodig is. Dus die overgang van een bouworganisatie naar een operationele organisatie is heel essentieel. Dat vergt training, dat vergt opleiding, dat vergt... Nou, en dat is ook een element
Maar wat je ziet, ook hier in Brazilië, dat onder druk van de tijd, het moet allemaal snel klaar, want de WK komt eraan, dat deze fase vaak in een planning niet voorkomt en dat deze fase dus vaak ook vergeten wordt. We staan hier wat geacht wordt de commandokamer te zijn, zoals wij dat in Amsterdam noemen. Een verzameling van alle diensten die hier samenkomen, EPTC, die de hele buitenkant doet met verkeer, wat op zich een enorme operatie gaat worden vanavond. En ook aan de binnenkant hebben we de police militar, wat hier in Porto Alegre, Grande Sul, brigade militar. En van hieruit wordt de coördinatie gedaan met alles wat het stadion met zich meebrengt. Aan stewarding, orientadores, security, apoyos. En ook meer in de hospitality kant, de receptionistas. Dat zijn een beetje de drie grootheden die het stadion zelf levert. Om op het gebied van wat we dan noemen safety, security en service de goede dingen te doen. Dat hebben ze hier proberen bij te brengen met alle disciplines. Dat betekent dat we 1200 mannen en vrouwen hebben gerecruiteerd, opgeleid en pools ingedeeld, van leiding voorzien. En dat komt nu in de uren dat we nu bezig zijn allemaal binnen. En dat is voor de eerste keer altijd een enorme, enorme opgave om dat allemaal op zijn plek te krijgen. Naast dat hebben we nog een enorme grote organisatie voor Limpeza, de schoonmaak, maar ook de catering en allerlei andere wat meer kleinere diensten. Dus als je hier op mijn achtergrond ziet, is het een hectiek van je welste, omdat het allemaal op het laatste moment allemaal ingeplucht wordt, plug and play bij elkaar wordt. We hopen over een uur de CCTV-beelden hier binnen te krijgen. En een klein beetje rust erin te brengen. Maar dan, dat is een half uur voor de opening. Ja, wat je nu hier achter mij ziet is de uitgifte van de kleding aan de stewards en de receptionistas. Dat is toch een heel gevecht met de tijd. Dat wordt intekenen van de mensen, wordt dat bij elkaar gebracht. Iedereen moet natuurlijk een goede maat hebben, goede broek, et cetera. Dus dat is een logistiek hoogstandje wat er verricht wordt. Daar hebben de mensen zelfs in moeten trainen om dat allemaal op de gewenste snelheid te doen. Daarvoor hebben we testevenementen. Waarbij we dat opbouwen van een klein beetje naar heel veel van deze mensen. Daar hebben we er 3 in totaal van gehad. En ik moet zeggen, die hadden we ook wel hard nodig. Die Arita doe je er nog een paar meer. Maar het werkt. Het is gelukt weer, deze Red Race. Want zo'n stadion is natuurlijk niet klaar als het nu open is. Het heeft ons ook 5 jaar geduurd bij ons in Amsterdam. Om het echt te krijgen waar we het hebben wilden. Je bent nog een paar jaar bezig om het netwerk te bouwen voor evenementen, voor andere zaken, ook in de technische zin, om het helemaal te perfectioneren. Dus we zijn hier nog een aantal jaren bezig om het op dat niveau te brengen. Maar dat is een curve die heel langzaam naar het maximum toe groeit.